Hey you, dus ik heb een nieuwe grillburger. En er is ook een meneer die aan de overkant net zo helemaal muziek aan het maken was. Fantastisch, wauw. Kijken of hij weer verder gaat met zijn hond. Ik zal het vragen of ik hem ook filmen, als hij dat leuk vindt. Weet je, muzikanten zijn heel belangrijk. Artiesten. Maar soms word je gewoon niet begrepen. Dat is raar door sommige mensen. Dat had ik vandaag zo'n moment. Dat is toch dom. Mooi. Hij heeft muziek bij zich. Oh nee. Zit hij nou op de muziek te fluiten? Je moet een artiest natuurlijk niet storen tijdens het proces. Oh ja, dat hebben mensen bij mij geprobeerd. Wauw, fantastisch. Omdat ze dachten dat ik crazy was. Crazy creator, remember? Wauw. Alleen, de muziek komt van de winkelstraat. Hey, ik ben mijn muzikale talenten nog aan het ontdekken. Dus ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig wat hij aan het doen is. Ja, natuurlijk meefluiten. Ik heb het gevoel ook dat hij gewoon iets heel anders doet dan met muziek al horen. Ja, ze heeft je aan de lijnen. Nou goed, heet. Ik leer nu, hè. Ik ga verder. Ik ga hem niet vragen, want jij moet iemand storen daar in het proces. Fantastisch, hij heeft wel een hele mooie hond. Oké, mensen. Oh, kijk weer de mooie vlaggetjes. Mooi, dus oh ja, ik ga nu dus verder wandelen, want hij moet op tijd thuis zijn voor de donker voor mama natuurlijk. Ja. Oh ja. Oh ja, ik heb ook nog bij Chimbrère gewerkt. Wauw, dat was echt een korte reis van 4 maanden. Wauw, toen de tijd, voordat ik naar Amsterdam verhuisde, om daar voor United New te werken. Wauw, wat een bijzondere. Wat was dat ook een ervaring bij Chimbrère? Wauw, toen had ik eigenlijk al door dat de mensen in de volwassen wereld niet volwassen waren geworden. Omdat ze gewoon afgunst hadden. Ja, voor een kleine meid zoals mij. En het bijzondere is dat in Dongen, bij de slager, werkt een collega die een oud collega was van mij. Ze weet precies wie ik bedoel. Grappig. Ja, namen. Niet veel namen noemen natuurlijk. Want dat komt ook in het systeem. Oh, Nikki. Ja, maar dat is Nikki. Mijn nickname, wat mijn familie altijd noemde, is Nikki. Nikki, oh, dat heb ik zo lang niet gehoord. Bijzonder. Nikki. En mijn vader noemde mij ook altijd zo. Bijzonder. En mijn oma, ja, die overleden is. En mijn eigen biologische, ja, niet mijn biologische oma, maar hey. Ik heb heel veel lijnen. Familielijnen, niet heel veel, maar niet sommige. Ja, maar een paar bloedlijnen die echt zijn, biologisch. Alleen mijn moeder. En, oh ja, mijn moeder. Is er nog meer? Mijn moeder. Wauw. Dus vandaar zou ik het heel leuk vinden om mijn biologische vader te ontmoeten. Ja, alleen hij woont in Zuid-Afrika. Ja, alleen een telefoongesprek hebben we gevoerd met elkaar. Bijzonder. Shubi, oh wauw, fantastisch. Daar was ik dus vorige keer. Oh, in die tijd. Daarachter heb je de boom. Oh wauw, ja, toen ik terugkwam. Ja, de vader, die geloofde mijn verhaal hier niet in. Dat, ja, tijdens corona mocht ik naar binnen om te shoppen. Wauw, dat was zo bijzonder. Zo bijzonder. Ik was echt naar mijn eigen inkoper, stylist. Ik was daar aan het dansen, aan het zingen een beetje. Wel op de achtergrond natuurlijk, maar die meiden die vonden het wel grappig. En die lieten mij gewoon mijn ding doen. Zo mooi, fijne service. Heel belangrijk in het leven. En ja, aangezien ik altijd op hoog niveau heb gewerkt, let ik daar ook op waar ik ook kom. Ja, en weet je, ik ga dat niet oordelen, maar je kan zelf kiezen. Wil ik hier zijn of wil ik hier niet zijn? Ga ik hier mijn geld uitgeven of niet? Ja, dat zijn de keuzes die je dan maakt, hè? Ja, fantastisch. Oh, weet je wat ik zo leuk vind aan de stad hier ook? Want ze hebben dan zo'n old school ice cream tentje van back in the, ja, back in the years. Ik vraag me dan ook echt af, zal het ijs hier zo lekker zijn? Ik kan het altijd proberen. Ik weet alleen niet of ze nog open zijn. Even kijken, want ik hou het kort natuurlijk. Oh, we zijn al op 10 minuten. Kijken, want ik wil natuurlijk niet mensen zomaar op te filmen. Oh, zo old school, maar ze zijn dan dicht van binnen. Oh, ze zijn closed. Maar je kan wel in ieder geval een naambordje zien. Als die man daar niet bij komt. Oh, kijk, zie je? Oh ja. Ja, fantastisch. Oké, cool. Nou, dat wil ik even delen.
En nu ga ik even verder wandelen en even natuurlijk de grillburger lekker op smiggelen. Oh ja, wacht even. Gitaren. Is een winkel waar ik altijd ook loop met de kinderen. Als in de stad zijn hier. Oh, zouden ze nog als etalage hebben? Ja, natuurlijk. Kijk hier. Fantastisch. De mini-gitaren. Wauw. Mijn zoon wil graag gitaar leren spelen. Oh, mama zou hem daar graag in willen begeleiden. Fantastisch. Kijk, hallo, creativiteit. Hey, mijn kinderen worden ook muzikaal opgevoed. Ja, vooral als ik als moeder mijn muzikale talent aan het ontdekken ben. Eigen concept. Ja, dan moet je dat eerst opzetten van jezelf. Want ik ben een wijze wel vrouw van mezelf. Oh, de Focus. Ja, de foodbar. Die verkopen alleen maar natuurlijke ingrediënten. Daar heb ik ook al eens gegeten. Vind ik ook leuk. Ja, ik spring meteen even naar een ander. Want ik moest mijn focus houden. Fantastisch. Wauw, ja. Radiobeurs. Ja, leuk. Gitaren. Oké, en nu? Oh ja, Happy Italy. Oké, mensen, dat was het voor nu. Grillburger. Ciao, 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 ciao.